Een stroomsterkte met een amplitudewaarde van 25 ampère ijlt 40 graden na op een spanning met een amplitude van 150 volt. We gaan het eerst even tekenen. Ijlt na ten opzichte van, dus ten opzichte van plaatsen we telkens horizontaal qua richting en qua zin naar rechts. Dus dit is onze spanning. En we zien dat de stroomsterkte 40 graden naijlt. Naijlt is dus wijzerzin, dus 40 graden. En mijn stroomsterkte teken ik dan hier. En dat is deze. We hebben telkens de amplitudewaarden. Dat is voor onze stroomsterkte 25 ampère. Dus ik weet dat de lengte van deze pijl 25 ampère is. En ik weet ook dat de lengte van onze spanning 150 volt is. Ik duid er nog even op aan, maar we hebben ze eigenlijk niet meer nodig. Dit is dus de voorstelling van onze twee vectoren, maar eigenlijk stelt dat dus telkens als we dit laten ronddraaien en een foto nemen om de zoveel tijd, de hoogte ervan stelt dus de momentele waarde voor van de stroomsterkte en van de spanning. Dus op dit moment zie je dat de spanning op hoogte 0 staat, dus dat de momentele spanning 0 zal zijn, terwijl de momentele stroomsterkte is de lengte van dit stippenlijntje. We laten dit geheel ronddraaien tot we op een bepaald moment zien dat de spanning haar amplitudewaarde bereikt. Als de spanning haar amplitudewaarde bereikt, wil dat dus zeggen dat de spanningspeil volledig naar boven staat. Dat ziet er zo uit. Zo, dus dit is de spanning. Nu die twee vectoren, de stand onderling, die blijft hetzelfde. Dus nog steeds gaat de stroomsterkte 40 graden naijlen. Dus dit gaat onze situatie nu zijn. Wat vraagt men hier? Men vraagt nu wat is de momentele waarde van de stroomsterkte dan? En dat wil zeggen de hoogte van deze pijl. Nu, de hoogte van deze pijl wil dus zeggen dat we de lengte van dit lijnstuk zullen moeten berekenen. Ik vergroot dat even uit. Dus de pijl van onze spanning, de pijl van onze stroomsterkte. En men stelt zich hier dus de vraag wat de momentele waarde is van onze stroomsterkte. We weten dat deze grafiek, dat deze lengte gelijk is aan 25 ampère. De grootte van deze pijl interesseert ons niet en zal ons alleen maar verwarren, want dat is in volt. Maar ik vraag mij dus af, wat is de momentele waarde? En dat is dus x in dit geval. Dus we zoeken de lengte van dit lijnstuk. We gaan werken in een rechthoekige driehoek, namelijk deze, en we weten dat dit 40 graden is. En nu komt dus onze SOS-CASTOA naar boven die we gaan nodig hebben. Dus we kijken even in deze rechthoekige driehoek. Hebben we dus twee rechthoekzijden en hebben we één schuine zijde. Dus bij die 40 graden, de aanliggende rechthoekzijde is die zijde aan de rechte hoek, die dus aan de hoek 40 graden ligt. De overstaande rechthoekzijde is de zijde die aan de rechte hoek ligt, die aan de overkant van de hoek staat. En de schuine zijde, ja, is de schuine zijde, heeft geen rechte hoek aan de twee uiteinden. X in deze driehoek is dus de aanliggende rechthoekzijde. En 25, die we wel kennen, is dus de schuine zijde. Wat zien we hier dus al? Aanliggende en schuine is dus AS. Wat ontbreekt daar nog, is dus de C van cas. Dat wordt dus de cosinus van 40 graden is de aanliggende rechthoekzijde
gedeeld door de schuine zijde. Dat is in dit geval x gedeeld door 25. We zoeken hier x. X is 25 keer de cosinus van 40 graden. En dat levert ons een getal op van 19,15 ampère. Dus de momentele waarde van de stroom, altijd kleiner dan 25 of gelijk aan, is 19,15 ampère. Bereken dit zeker eens met je rekenmachine. Kom je een ander getal uit, dan is de kans zeer groot dat je rekenmachine op radialen staat. Dus dat moet je dan gaan instellen op graden of degrees in het Engels. Pas op, in dit geval zou dit opvallen, want je krijgt een negatief getal, maar het gaat niet altijd zo zijn. Dus bereken het even na. Kom je het juist uit, dan staat je rekenmachine in degrees. Kom je het fout uit, dan moet je even kijken hoe je je rekenmachine op degrees zet.